Ja, goed jongens. Eerst even over wie is de mol. 2,8 miljoen, ongelooflijk, ja, hè? Ja. En wat een slagveld, want Tina is eruit. Nou, ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik heb het niet zien aankomen. Nee. Ja, ik vind het ook heel erg jammer. Ik denk dat het een hele goede mol was geweest. Ja, ongelooflijk. Ja. Is dat al eerder voorgekomen dat er zo snel al twee goede mollen uit zijn? Niet dat ik me kan herinneren. Nee, dat is nooit eerder voorgekomen. Waar ik me in het bijzonder zorgen om maak, is dat het, als het in dit tempo doorgaat, dat er dan tegen het einde van de serie helemaal geen goede mollen meer over zijn. Ja, ik neem aan dat ze daar natuurlijk wel rekening mee houden. Dus waarschijnlijk zullen ze dan gaan oplossen met iets van een loting. Ja. Of een shootout. Shootout. Nou, we zullen zien. Ja. Goed, Henry, jij had weer eens gelijk. Maar Henry, eigenlijk hoeven we alleen maar deze vraag aan jou te stellen. Nou, ik denk dat we gaan stijgen, zeker hoor. We zijn de talk of the town. Talloze BN'ers omarmen ons en de kijker weet het programma steeds beter te vinden. Het is echt geen rocket science. We breken dwars door die 300.000 grens. Nou, je zegt het zelf eigenlijk al. Het is geen rocket science. Dus, Nee, dat is het ook niet. Nee. Wat zei je nou ook alweer in de eerste aflevering? 2 miljoen of zo? Ik dacht, ja, inderdaad. Nou, kijk wat er gebeurt. Ik werd natuurlijk meteen gebombardeerd tot kijkcijferspecialist, meester, voorspeller, profeet, wat had je nog meer, orakel. Ja, als ik dat hoor, dan denk ik ook, jongens, kom op. Je bent zo langzamerhand een beetje de Octopus Paul van de kijkcijfer. Ja, nou ja, ik weet niks van voetbal, maar kijk, wat Octopus Paul deed toen de tijd was natuurlijk wel echt raden. En wat ik meer doe is een educated guess, zou je kunnen zeggen. Goed, Eva, zijn er nog leuke reacties op de socials binnengekomen? Ja, absoluut. Ik heb een hele leuke reactie van Henry zelf. Oh, ja. Die zei van, hey, dag allemaal, ik weet dat het echt een team effort is. En dat vind ik gewoon heel bijzonder. Heel leuk. Goed. Ja, nou, ik vind het gewoon heel belangrijk om dat te blijven benadrukken. Dus. Wow. Ja. Goed, er was weer ontzettend veel op televisie afgelopen week. Veel te veel voor de tijd van het jaar, als je het mij vraagt. Is jullie nog iets opgevallen daarin? Ja, absoluut. Er is een ontzettend interessante nieuwe talkshow bij onze collega's van de VPRO. Het heet Mondo. En je ziet eigenlijk de wereld door de ogen van kunstenaars, muzikanten, schrijvers. Het is heel interessant. Oh, wauw. Klinkt leuk. Ja. Ja, toch, Hen? Ja, nee, het is ontzettend tof. Heel interessant. Ja. Eva en ik hebben vanochtend de eerste aflevering even teruggekeken. En daarin zegt schrijver Philip Huff het volgende. Moet kunst politiek correcter worden, wat jou betreft? Ja, als dat bijdraagt aan een beter inzicht in de mens en de maatschappij. Kijk, de maatschappij bestaat uit allerlei aannames. Gender, identiteit, je socio-economische positie. Dan kom je al snel bij seksisme, patriarchaat of racisme. Klasseidentificatie en ook je verantwoordelijkheid daarin nemen. Dus het is een privilege om een podium te krijgen. Dus vertel iets wat ergens over gaat. Ja. Als je niet met de status quo in gevecht gaat, dan ben je het eigenlijk mee eens. Ja, dat is heel interessant. Jij vond Arno Grunberg ook heel goed, toch? Ja, Arno is altijd interessant natuurlijk. Ja. Tof programma, zeker. Is jou nog wat opgevallen, Ton, op televisie afgelopen week? Ik heb natuurlijk de hele week achter Dakar gezeten. Parijs-Dakar, fantastisch. Die auto's. Fantastisch. Ja. Zullen we daar even lekker naar gaan kijken, jongens? Graag. Heerlijk. Ja, geweldig. Toch? Ja. Maar wat mooi om te zien. Uren naar kijken. Maar komen hier niet allemaal hele onschuldige mensen om het leven hier? Nee, joh. Kom je daar nou bij? Joh. Het zijn vaak de mensen in die landen zelf, hè? Die zich niet aan de verkeersregels houden. Nou, je kan toch niet zeggen dat die Afrikanen voor het stoplicht hadden moeten wachten, terwijl er een kudde vrachtwagens met twee. Afrikanen. Ik weet niet onder welke steen jij hebt gelegen, maar Dakar, dat is in Saoedi-Arabië. Ja. Maar Dakar is toch de hoofdstad van Senegal? Nou, dat zal allemaal best kunnen, maar Dakar is in Saoedi-Arabië. Ik zit er toch de hele week naar te kijken, man. Volgens mij is Dakar de hoofdstad van Senegal. Misschien is er wel een dorpje in Saoedi-Arabië wat ook Dakar heet. Nou, dat zou wel heel toevallig zijn. Ik denk dat jij Dhaka bedoelt. Nee, dat is in Bangladesh. Ook, je hebt toch ook Laren Noord-Holland en Laren Gelderland? Ja, maar dat is in Nederland. Hè, mevrouw. Nou, jij bedoelt zoals het dorpje Amerika ook in Zuid-Limburg. Ja, precies. Of zodat je in Amerika heb je ook Holland. Ja, dorpje. Ja, Paris, Texas. Ja, dat doe je met de boot. Nou, goed. Nee, Paris Dakar. Ja, Parijs Dakar. Daar hebben we het nu over. Ja. Okay. In Saoedi-Arabië. Ja. Nou goed, zijn we daar toch uitgekomen? Nou, graag. Ja.